Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Een groot deel van het land heeft vanochtend nog redelijk wat zon, maar in het noordoosten drijft wat lage bewolking vanaf zee binnen. Verder neemt in het oosten en zuidoosten geleidelijk aan de bewolking verder toe. En vanaf later vanochtend en zeker vanmiddag trekken er een aantal buien vanuit het oosten over het land. Dat kunnen soms stevige buien zijn met kans op onweer en ook lokaal veel regen. Het is verder vochtig warm, het wordt zo'n 20 tot 23 graden. Er waait een veelal matige wind uit het noordoosten. Ook vanavond blijven de buien vanuit het oosten over het land trekken met kans op onweer en lokaal veel regen. Zo halverwege de avond is het afgekoeld naar ongeveer 19 graden. Morgen overheerst de bewolking en dan trekken er nog steeds buien over het land, ook nog met kans op onweer. De kans op zon is klein, maar als die even doorbreekt is dat in het oosten of noordoosten. Daar wordt het 21 graden en de rest 18 tot 20. Dinsdag, woensdag en donderdag blijft het licht wisselvallig met een enkele bui, maar ook van tijd tot tijd zon. Op woensdag en donderdag is de buienkans wat groter. De middagtemperatuur ligt over het algemeen rond de 21 graden. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl